Dit is Stichting Lokale Omroep Steenbergen met nieuws uit de regio. Met Hilde Jans. Het is vandaag zondag 17 november 2019 en het is weer zover. We staan hier in de haven van Steenbergen, want vandaag komt Sinterklaas aan. Oh, ik heb er zo lang op moeten wachten en ik heb er weer zoveel zin in. En ik heb begrepen dat Hilde live is op de pakjesboot. Dus we gaan even kijken of we contact kunnen leggen. Hilde, kun je me horen? Bedankt Christa, wat goed om te zien dat er al zoveel kinderen bij jou in de haven staan. Wij hebben ook een spannend moment, want wij staan hier op de boot met Sinterklaas en wij gaan zo meteen de haven invaren. En dan zien we jou daar staan met al die kinderen die natuurlijk helemaal in spanning zijn om Sinterklaas weer te mogen zien. En ik heb hier al een paar Pieten bij me staan en misschien is het wel leuk om meteen eens wat Pieten iets te vragen. En hoe is het met jou? Want je bent weer in Nederland. Ja. Is het leuk? Ja, best wel. Ja? En we zijn lekker met de boot aan het varen. Er zijn nog een paar boten voor ons. Hè? Wie zitten daar allemaal in? Party Piet en Muziek Piet en ja, andere Pieten. Andere Pieten. Ja, jullie gaan natuurlijk ook alle kindjes weer bezoeken dit jaar. Zeker. Dat doen we ieder jaar en dat gaan we dit jaar zeker ook weer doen. Ja, en heb je het gevoel dat de kindjes in Steenbergen een beetje lief zijn geweest? De kindjes in Steenbergen zijn de liefste kindjes van heel Nederland. Echt waar, ja? Echt waar, ja. Dus we gaan zeker hun schoen allemaal weer vullen. Alle schoentjes weer vullen en jullie hebben weer volop pepernoten bij je? Ja, zeker. Altijd. Kunnen we natuurlijk niet zonder aankomen natuurlijk. Hè? Nee, precies. Hey, en jullie krijgen natuurlijk een hele drukke tijd nu, hè? Want jullie moeten al die kindjes en al die stadjes bezoeken. Ja, we gaan elke avond gaan we weer volop schoentjes vullen, cadeautjes wegbrengen. Nee, nou, we hebben er weer heel veel zin in. En zometeen gaan we de haven invaren. Dus, Christa, ik ben benieuwd hoe het bij jou is. Hilde, ik hoor je. Nou, ik sta hier op de kade in de haven van Steenbergen en het is hier al zo druk. Ik zie allemaal kinderen verkleed als Zwarte Piet en Sinterklaas met hun papa's en mama's en hun opa's en oma's. En ik geloof ook dat het is zo druk. Het wordt zo gezellig, denk ik. Ja, dankjewel Christa. Wij zijn hier nu inmiddels in de boot en we gaan even kijken hoe het met Sinterklaas is. Want die heeft natuurlijk weer een lange reis afgelegd. Dus we gaan even kijken hoe het met hem is en hoe het voor hem is om Steenbergen binnen te varen. Goedemorgen Sinterklaas. Goedemorgen. Wat fijn om u hier te zien. Ja, ik ben ook heel blij dat ik weer naar Steenbergen mag komen dit jaar. En ik heb er echt zin in. Ja, en ik hoorde net al van de hoofdpiet dat de kindjes in Steenbergen allemaal wel heel lief zijn geweest. Ik heb begrepen inderdaad van mijn hoofdpiet dat het in Steenbergen allemaal lieve kinderen zijn. Ja? Ja. Stuk voor stuk lief? Stuk voor stuk. Natuurlijk zit er wel eens iemand bij die een beetje ondeugend is. Maar ze zijn over het algemeen heel lief in Steenbergen. Ja, wat fijn. En we zijn met best wel veel boten. Heeft u zoveel pieten bij zich? Jazeker heb ik heel veel pieten meegenomen, want ik moest gewoon kiezen, want iedereen wil mee naar Steenbergen. Ik zeg, nou ja, dit jaar kunnen. Ja, en we hebben er 50 bij. 50 pietjes? We hebben 50 pieten bij. En we hebben een heleboel leuke kleine pietjes meegenomen dit jaar ook. En straks, als we helemaal in Steenbergen zijn, dat zul je er wel zien, dan hebben we de muziekpiet en we hebben ook nog dansende. Dansende pietjes? Dus het wordt een heel groot feest. Het wordt een heel groot feest. Heb ik. En nou heb ik net al van Christa gehoord, dat is mijn collega, die staat in de haven, dat er echt... Natuurlijk kennen wij Christa. Christa kennen jullie? Ja, Christa kennen jullie. Ja, natuurlijk. Van vorig jaar hebben we die nog gezien. Ja, en die staat daar met heel veel kindjes op u te wachten. Echt leuk. Leuk, daar hebben we echt zin in, want we komen natuurlijk voor de kinderen. Ja. Nou, de haven staat helemaal vol. Want jij draagt het grote boek, toch? Ja, nee, dat klopt. Ja, ik mag het grote boek van Sinterklaas bijhouden. Christa, dan gaan we weer naar jou. Ja, Hilde, ik hoor je. Ja, jullie zullen je vast wel afvragen wat hier vandaag allemaal gaat gebeuren. Nou, we staan dus in de haven en als het goed is, dat moet nog maar blijken natuurlijk, komt Sinterklaas hier zometeen aan met al zijn pieten. En daarna gaan we met z'n allen naar de markt, waar er van allerlei activiteiten zijn. Ja, en ik ben wel benieuwd welke activiteiten, dus laten we eens even gaan kijken. En je mag een beetje meezwaaien en een beetje meezingen met z'n allen. Hey, hey, doe je mee? Laten wij eens fijn gaan dansen. Zwaai nu alle handen heen en weer. Waar zijn die handen? Kom en zing maar mee. Doe maar mee en
kansen. Een feestje bouwen, dat smaakt echt naar meer. Kom akker, staart uw wild geraas. Het is voor het feest van Sinterklaas. Stamp maar met je voeten, we gaan stappen. En draai maar lekker in het rond. Zwaai met je handen heen en weer. En schud je heupen nog een keer. Dit liedje is een goed idee. En Sinterklaas, die doet ook mee. Allemaal door. Het wordt weer echt de dood. Piet staat op het dak te springen. Een zak vol pepernoten op z'n rug. Zomo die zit lekker vol, want dit jaar is echt niets te dol. En alle kinderen maken lol, stand maar met je voeten. En draai maar lekker in het rond, zwaai met je handen heen en weer. En schud je heupen nog een keer, dit liedje is een goed idee. En Sinterpiet die doet ook mee. Wat een feest, Sinterpiet. Wat een megafeest, iedereen die staat. Hallo, organisatie Piet. Hallo. U heeft het allemaal georganiseerd? Ja, we hebben met een aantal andere Pieten hebben we alles georganiseerd hier in Steenbergen om goed aan te komen. We hebben ten eerste weer jonge Pietjes opgeleid. Die, ja, voordat die mee mogen op de boot, dus moeten ze toch de Pietendiploma halen en de veren verdienen natuurlijk. Ja, want dat is natuurlijk heel belangrijk, dat ze precies weten wat ze moeten doen natuurlijk. Ja, ze moeten natuurlijk goed op de daken kunnen klimmen. En ook belangrijk als we weer met de boten in Steenberg aankomen, dat ze goed weten wat ze op de boot moeten doen. Dat ze niet in het water vallen en ja, daar doen we ze van tevoren goed in opleiden. En ik begreep van Christa dat de hele haven vol staat met kleine kinderen. En die staan allemaal in afwachting en in spanning van Sinterklaas. Dat is natuurlijk geweldig. Ja, dat is echt geweldig. Ook voor de Pieten is dat enorm geweldig als we aankomen in de haven. Dat er zoveel kinderen en de ouders erbij zijn. Ja, dat is ook voor de Pieten is dat een kippenvel momentje om in de haven aan te komen. Echt waar. De bocht om zijn, dan kunnen we de kindjes al gaan zien. Denkt u dat ook? Ik denk dat het heel erg druk is met het prachtige weer. Nog een paar honderd meter, we zijn er bijna, Christa. We komen eraan. Ho, jongens en meisjes. Het is zover. De stoomboot is gearriveerd in Steenbergen. Joepie! Wij hoeven nog maar een paar honderd meter. Wij zien de kerk al. Dus ik denk dat je ons zo gaat zien. En we zijn zo benieuwd hoe vol het bij jou is. En ik vind het fantastisch dat we nu aankomen. Sinterklaas staat aan de voorkant van de boot. Sinti is er weer, Sinti is er weer. Na 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 na. Sinti is er weer, Sinti is er weer. Na 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 na. Sinti is er weer, Sinti is er weer. Na 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 na. Sinti is er weer, Sinti is er weer. Sinti is er weer. Dat zijn dan van die dagen, daar kijk je flink naar uit. Wat krijg ik voor cadeautjes, hoe groot wordt toch mijn buit? Ja, werkelijk alle kinderen die zijn in rep en roer. Zou Sinterklaas wel komen, ligt Piet al op de loer. We zingen na 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 na, nog eventjes geduld. Het feest gaat weer beginnen, je schoen wordt weer gevuld. Wat is het toch een feest om cadeautjes te krijgen. En lekker veel te snoepen, marsepein en speculaas. Wat is het toch een feest om cadeautjes te krijgen. Een ieder krijgt bezoek van Zwarte Piet en Sinterklaas. Na 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 na. Sinti is er weer, is er weer. Sinti is er weer. Wauw! Ja, ziet er heel leuk uit. Wat een mooie confetti. Maar dat is een goed idee. Maar Piet, kom eens even. Kom eens even, want ik denk, het is nog niet wat ik denk wat het is, hè. Hoe kom jij aan die confetti party, Piet? Nou, gewoon uit deze zak. Nee! Nee, nee! Nee! Nee, dat meen je niet. Serieus? Nee! Wat heb is je er nou Piet? Gedaan? Nee, nee! Wat is er aan de hand? Dit lijkt wel op Mirella in die zak. Daar zaten alle lijstjes, alle verlanglijstjes van de kinderen. Wat? Die liggen nu over de Zeelandweg Oost. Oh, nee! En nu? Zwarte Piet, party Piet, wat heb je er nou gedaan? Gaan we lijmen. Nee, dat kan ook niet, want ik... Sinterklaas, u heeft gezien wat er gebeurd is met die domme partypiet. Aardige kerel, daar gaat het niet om.
Party Piet, wat heb je nu toch weer gedaan? Oh, sorry, sir. Kijk, ik heb hier gewoon... Laat aan de kant zo! Ja, ik heb hier nog heel veel papier en heel veel verlangenlijstjes. Dus we kunnen toch gewoon nieuwe maken? Is net zo makkelijk. Nee, ik zie hier verlanglijst van Maud. We gaan een tent bouwen waar kinderen opnieuw een lijstje kunnen invullen. Menno, kan jij dat zo regelen? Ik neem aan dat ze wel weten wat ze nog willen hebben. Jawel, en we hebben ook boeken meegebracht waar je kan je plaatjes kijken wat je wil. En dan kan je knippen, plakken en we gaan ook nog dansen en we gaan er een groot feest van maken. Wow! Oeh, dat wordt leuk! Hebben jullie daar zin in? Jongens, gaan we met z'n allen een lijstje maken voor Sinterklaas? Ja! Yes! Fantastisch, wat een goed idee. Dan gaan we zo dadelijk dus naar de markt. Tot zo dadelijk op de markt, iedereen. Nou, Menno, ga jij alvast naar die markt toe dan. Ga regelen dat die lijstjes naar de markt komen. Ja, goedemiddag. We staan hier bij de wethouder in Steenbergen. Wat een fantastisch feest, hè? Ja, ongelooflijk. Het werkt fantastisch. En het weer, het lijkt wel zomer. En de kinderen, als je alleen maar blije gezichten, kinderen lachen. Ja, Sinterklaas die gelukkig heel aangekomen is. Jou, hoe mooi is dit vandaag? Heel ja, en ik was even mee op de boot en hij zei, alle kinderen in Steenbergen zijn lief geweest. Ja, mooi is dat, hè? Ja, wij weten dat natuurlijk. Ik ben wethouder. En als iemand niet goed oppast of niet lief is, dan weet ik dat als eerste. Nou, dan kan je vertellen, in Steenbergen zijn er geen stoute kinderen. Nee, en er zijn er zoveel, want het staat helemaal rondom vol met kindjes. Ja, ongelooflijk. Ik denk, er zal toch niet stiekem kinderen uit andere gemeenten hier naartoe zijn. Maar nee, ik heb nog eens goed gekeken. Het zijn allemaal kindjes uit Steenbergen. Papa en mama en opa en oma. Het is fantastisch. Ik denk dat er geen kindje meer thuis zit vandaag. Ik denk het ook niet, nee. Ze zijn allemaal hier. Ja, en vanavond allemaal zijn Sinterklaas zijn schoen zetten, hè? Ja, vanavond mag iedereen zijn schoen zetten. En Sinterklaas, hè? En morgen zit er wat in. Oh. Mooi, hè? Ja, geweldig. Nou, hij moet hard werken. En die Pietjes ook, hè? Ja, maar ik sta er zo van te kijken. Die man al zoveel jaar. En daar blijft het maar volhouden. Het is fantastisch. En we moeten er echt van genieten. Ja, het is een fantastisch. Fantastisch feest. En dan gaan we zo meteen nog naar de grote markt. Wat gaan we daar beleven? Ja, we gaan naar de markt toe, zo dadelijk. Ik zie dat Sinterklaas allemaal handjes aan het geven is. Dat zal wel even duren, want ja, iedereen wil Sinterklaas even spreken. Maar dan naar de markt en allemaal een nieuw verlanglijstje maken, hoor ik. Dus dat wordt een groot feest. Nou, fantastisch. Dankjewel dat je er was. En we gaan snel naar de grote markt. Graag gedaan, Hilde. Nou, wij zijn hier aangekomen. Ja. En het is echt een heel groot feest. Het is echt heel erg leuk allemaal. En we gaan zo nog naar de markt toe. Goed, ik ben inmiddels aangekomen op de markt. En ik sta hiernaast Sascha, hoi. Sascha, wat kan ik hier doen? Je kan hier een verlanglijstje komen maken. En we hebben stickers, stiften. Je kan een lijstje plakken, knippen. Dus je kunt je uitleven. Ja, want ik heb begrepen dat Party Piet alle verlanglijstjes van de kinderen in confetti heeft veranderd. Ja, ik heb het gehoord. Dus wij hebben maar even snel alles bij elkaar geraapt wat we hadden. En nu hebben wij het opgelost, dus kun je het hier komen maken. Ik zit hier naast... Floor. En Floor en ik gaan samen een verlanglijstje maken. Want Party Piet heeft alle verlanglijstjes in confetti veranderd. Dit was het dan. Sinterklaas is weer in Steenbergen. En het was een hartstikke leuk spel op de markt. En Piet, wil jij nog iets aan mij vragen? Ja, zou je misschien nog wat pepernoten lussen? Oh, zeker. Die lust ik heel graag. Oh, dankjewel. Lieve kijkers, bedankt voor het kijken. En Piet, als ik je niet meer zie, alvast tot volgend jaar. Is goed. Zing maar mee, doe maar mee en grijp je kansen. Een feestje bouwen, dat smaakt echt naar meer. Kom akke staart, u wilt geraast. Het is voor het feest van Sinterklaas. Stand maar met je voeten op de grond en draai maar lekker in het rond. Zwaai met je handen heen en weer en schud je heupen nog een keer. Dit liedje is een goed idee en Sint en Piet die doen ook mee.